We zijn hier bij Cycle Center 5311 en het is vanavond de nieuwjaarsreceptie van de Trillende Spaken, dus de ploeg die wij al jaren ondersteunen. Voor het zesde jaar zijn we nu medesponsor van de Trillende Spaken. Een hele fijne, leuke, gezellige groep. We hebben er een goede verbintenis mee, veel bekende gezichten. We gaan er een jaar in goede harmonie mee samen. Leuke dingen samen doen, ieder jaar wel een evenementje. En zo dit jaar ook de nieuwjaarsreceptie. Dit jaar was Johan van der Velde uitgenodigd. Want het natuurlijk hartstikke leuk is dat hij over zijn ervaring en over zijn carrière kan vertellen. Dat geeft voor veel mensen die hier zitten wel een bijzondere ervaring en een kijkje in het leven van een beroepswielrenner, wat natuurlijk wel hun hobby is. Daarnaast gaan wij vanavond een kijkje geven en een blik werpen op ons nieuwe jaar. We gaan veel veranderingen tegemoet. We gaan een nieuw pand openen, een nieuwe locatie met ook wat kleine wijzigingen, ook in het assortiment. Daarover gaan we vanavond wat meer vertellen, zodat onze trouwe klanten en aanhangers weten wat ze de komende jaren van ons kunnen verwachten. Ik ben Linda Slob en ik ben sinds september hier aangenomen om marketing en communicatie voor Cycle Center te gaan doen. Dat houdt onder meer in dat ik de look en de feel van de nieuwe winkel mee ga bepalen. De merken goed in de markt ga zetten. Onze uiting naar buiten toe mooi ga inrichten. En ook sponsoring voor mijn handen gaan nemen. Dus wie gaan we sponsoren? Waarom gaan we sponsoren? Wat levert dat ons op? Dat is heel belangrijk. Ook gaan we lokaal onze merken nog verder inzetten en uitbreiden. Communicatie gaan we verbeteren, dus onze website die wordt vernieuwd. Met ingang van het nieuwe pand hebben we ook een nieuwe website. De vindbaarheid daarvan is een stuk beter. Er gaat een stukje meer besteed worden aan de service die we kunnen aanbieden. We krijgen een nieuw fietsmeetsysteem. Dus als mensen bij ons fiets kopen, kunnen ze automatisch een fietsmeting erbij krijgen. Dus dan worden ze helemaal op maat op de fiets afgesteld. De sfeer die we hier hebben willen we natuurlijk heel graag meenemen richting het nieuwe pand. Dus waarom het nieuwe pand? Het nieuwe pand omdat we dan onze eigen merken en de fietsen mooier kunnen presenteren. Zoals je misschien wel gezien hebt, staat het hier vrij vol. En dan kun je toch niet zo'n mooie fiets presenteren. Een fiets van €5000 heeft gewoon ruimte nodig om zich op en top te tonen. De klant wil er goed omheen lopen, wil kijken en voelen aan de fiets. Hoe voelt het aan? Hoe ziet hij eruit? En dan moet je gewoon omheen kunnen lopen. Daarnaast willen we gewoon een stukje professioneler worden. En heb je ook een wat grotere ruimte voor nodig om alles mooier te kunnen uitstallen. We zijn een vrij jong bedrijf. We zijn sinds 2009 zijn we hier weer opnieuw gestart. Het is een familiebedrijf, maar intussen wel uitgegroeid tot een bedrijf met 15 personeelsleden.
Vier man in de werkplaats, drie man in de spuiterij, inmiddels een dame op de marketing. Eigen merken, dat is ook al onze kracht. Dat we echt iets anders bieden dan de normale fietsenwinkel die alleen maar een bepaald dealer is van een bepaald merk. En wij hebben echt eigen ontwikkeling, eigen merken, waarmee we iets anders kunnen bieden dan de gemiddelde fietsenwinkel. Daarnaast is het zo dat we altijd een hele scherpe prijs-kwaliteit verhouding willen waarborgen. En daarom komen ook de mensen van heel het land naar ons toe. Dus van Volendam tot Amsterdam, tot Utrecht, tot Eindhoven. We hebben echt een heel breed draagvlak wat dat betreft. En dat maakt ons ook wel een beetje bijzonder. En daar hoort een inkoopvoordeel bij en dat soort dingen. Dat we gewoon net iets scherper kunnen handelen dan de gemiddelde winkel. Dus we krijgen beginners, dus mensen die echt net beginnen met fietsen. We krijgen ook mensen die al heel lang fietsen. Zoals mensen die prof zijn geweest of mensen die prof willen worden. Maar ook hele kleine kindjes die willen starten met wielrennen. En die bij ons een heel klein fietsje komen kopen. En dan uiteindelijk doorgroeien, dus naar andere fietsen toe gaan. Mountainbikers, mensen die moeten revalideren van de arts. Die zeggen van nou, we gaan fietsen. Heel divers eigenlijk. We willen echt de wieler speciaalzaak van Nederland worden met een heel mooi aanbod, een breed assortiment, maar wel heel bewust en heel bekeken, waarmee we de klant het beste product kunnen leveren voor een hele schappelijke prijs met een geweldige service. Dat is echt onze visie en daar willen we echt naartoe. En die gang hebben we echt in 2015 ingezet met z'n allen. Ook online? Online gaat zeker een onderdeel zijn, maar meer ter ondersteuning dan puur alleen het online gebeuren. Je moet ons echt zien als een winkel die een webshop daarbij heeft ter ondersteuning, zodat mensen weten wat ze kunnen kopen. Maar we gaan niet twee man fulltime op een webshop zetten. Daar doen er al zoveel. Wij willen ons juist in de service onderscheiden en in unieke producten die bij een ander niet te krijgen zijn. Waarom bij Cycle Center? Ja, omdat wij een heel groot assortiment hebben. We hebben heel lang ervaring. Gijs kan eigenlijk voor iedere persoon wel een geschikte fiets vinden. Daarnaast bieden we kwaliteitsproducten aan voor een scherpe prijs. En kunnen we gewoon goede service bieden op fietsen. Bij aankoop van een nieuwe fiets krijg je gratis servicebeurt. We lossen eigenlijk altijd problemen voor je op. En alles is mogelijk bij ons. Dus als je een fiets in een hele gekke kleur wil of een hele rare afstelling, is dat eigenlijk altijd mogelijk. We zijn een klein beetje later dan eigenlijk de bedoeling was, maar toch allemaal een heel hartelijk welkom op onze nieuwjaarsborrel en de avond die wij georganiseerd hebben. Samen met 5311 en de firma Jan Brands Verzekeringen, die deze avond sponsoren. Ook worden de bloemen vanavond geheel gesponsord door Dirma Bloem & Stijl. Dus het is ook een heel mooi werk en er worden van deze avond ook videoopnamen gemaakt. Dus kijk uit wat wie iedereen zegt, want het komt online te staan op de website. Dus, nogmaals, allemaal een hartelijk welkom. Ik hoop dat iedereen van het jaar een fantastisch mooie fietsjaar heeft. En dat we veel mogen fietsen met heel mooi weer. Heel veel mooi weer. En dat we veel mogen genieten. Een fietsclub die wij hebben, die wordt hoofdzakelijk ook in stand gehouden door de vele sponsors die we hebben. En daar wou ik vanavond toch een klein beetje aandacht aan besteden. Wie dat allemaal zijn en in eerste instantie is dat 5311. Die willen wij toch heel hartelijk bedanken ook voor het beschikbaar stellen weer voor deze locatie en deze avond die georganiseerd wordt. De winkel is bekend en daar hebben we ook, moet ik even bekijken, Linda Slob. Die staat hier. Dat is de vrouw van de marketing, want jullie weten allemaal dat 5311 gaat verhuizen. Naar de Heemstrabaan, vlakbij het treinstation van Zaltbommel. Ik weet niet of Linda, jij wilt dadelijk iets over vertellen? Ja. Zullen we daar niet in? Jan Brands Verzekeringen. Jullie ook allemaal bekend, fiets al lang bij ons. En Jordi moest er ook bij, ja, want het is, maar ja, ze is altijd vanzelfsprekend, allemaal Jan, hè? Dan hebben we de firma Kertier. Die is verontschuldigd, maar die zou vanavond komen. Maar die heeft op een of andere manier geen tijd. En Maries heeft ook dreigend afgemeld, die heeft ook geen tijd. Dus bij die verontschuldigingen. Willem is er wel. Willem is er wel als plaatsvervanger. Willem, straks voor jou, maar dat geldt ook voor 5311 en dat geldt ook voor Jan Brands. We hebben straks een mooie bos bloemen, dus je moet hem niet vergeten. Maar die wordt straks overhandigd door
Dirma Bloemenstijl. Dus dat lijkt ons wel aardig. Dan hebben we ons clubhuis, dat is Van Vergent. Hilde en Suus zijn allebei hier. Oh, hier staat. Die zijn ook voor ons van heel groot belang en wij komen met veel plezier komen wij daar en we worden altijd heel gastvrij ontvangen. En wij hopen ook, en dat hebben we ook toegezegd, dat we nog wel jaren daar kunnen mooi blijven zitten. Dus dat komt goed. Dan hebben wij nog de sponsor van de Rabobank. Maar dat is jullie ook al te horen gekomen dat de Rabobank gaat stoppen met sponsoring. Er is nog wel een en ander over te doen geweest, want in principe wouden ze vorig jaar al stoppen. Maar er zijn Gerrit en ik hebben vorige week daar naartoe geweest en hebben nog voor elkaar gekregen dat over vorig jaar en dit jaar nog betalen. Dus het geld. Maar die stoppen eind van dit jaar. Maar ondertussen hebben wij ook drie nieuwe sponsors gevonden. Dus wij zijn daar heel content mee dat wij gevonden hebben. En het zijn toch alle drie, of twee van zeker, binnen de vereniging. Die vinden het zo mooi dat wij als tegenwoordig het beleid ingevoerd hebben dat wij met clubkleren fietsen. Dat ze zeggen van jongens, wij stralen iets uit en wij willen jullie sponsoren. En de eerste van is Aldo Welling. Ik weet niet of iedereen die kent, maar die is hier ook niet. Maar die doet smart en coach. Die doet coaching van verslaafden. In een bos heb je een groot kantoor, dus 47 man personeel onder zich. Die gaat ons sponsoren. Naar de Frank de Rede van Househunting. Die fiets met het allereerste mee. Die gaat ons ook sponsoren. Die doet huizenhuur verhuren voor particulieren. En daarnaast hebben we nog een sponsor van loodgietbedrijf Dave Bekers uit Heerewaarde. Die is ook naar bij gekomen. Die is ook lid. Die is ook lid. Die is ook lid. Ja. Ja. Maar die fiets niet veel met ons mee. Normaal, ja. Nooit. Maar die. Kan misschien nog gebeuren dan? Nou, is die sponsor, maar. Dus die komen ook in de plaats van de Rabobank, komen ze alle drie op de voorkant te staan. Dus wij zijn heel, heel blij met die drie nieuwe erbij. Dan hebben wij vanavond Johan van der Velde. Hij was beroepswielrenner van 1978 tot 1990. Hij heeft overwinningen behaald in de Ronde van Romandie, de Ronde van Nederland en de Ronde van Engeland. Johan. En overwinningen in de rittenkoersen van de Dauphiné Libéré, Luik Bastenaken Luik en de kampioenschap van Zürich. Ja, ik ben Johan van der Velde. Ja, dat wisten jullie inmiddels al natuurlijk. Ik ben geboren in Rijsbergen, een dorpje onder Breda. En we hadden een boerenbedrijf. Dus bij ons was het altijd hard werken, van jongs af aan. En ik ben met mijn... ik had nog drie broers en twee zussen. En bij ons was het altijd keihard werken, van s morgens tot 's avonds. Toen met mijn 13 jaar was ik eigenlijk een beetje met wielrennen in aanraking gekomen, omdat er bij ons in het dorp iemand de Tour de France reed, Kees Haast. Sommigen misschien zijn er wel die het herinneren. Keesje Haast stond in vijfde in het algemeen klassement en later is hij gevallen. Maar dan, dan word je toch een beetje besmet, omdat in zo'n dorpje en dan iemand in de Tour de France. Ja, iedereen had nog geen tv in die tijd en die hadden we dan gelukkig wel. En dan kwam s'avonds het Tour de France krantje en uiteindelijk ga je daar een beetje naspelen, die Tour de France, met vriendjes onder elkaar. En zo is het eigenlijk ontstaan en begonnen. Toen zijn we in de winter een beetje veldritjes gaan rijden. Toen in die tijd al, in die 70 jaar, waren er heel veel van die wilde veldritjes, allemaal op de grensstreek. En dat ging me eigenlijk heel goed af. En toen zei mijn vader van, je moet eens op de weg proberen. En toen ben ik eigenlijk op de weg gaan fietsen bij de aspiranten. Maar ik kreeg van mijn vader een sportfiets. Die gingen we bij de Smit kopen en net over de grens in Meersel-Dreef. En kwamen dan een paar racewieltjes in de stad met een paar tuben erop. En zo ben ik begonnen en dat viel eigenlijk zwaar tegen, want de eerste wedstrijd die ik reed, was de eerste ronde was ik gelost. En toen dacht ik de tweede koers van dat zal me niet meer gebeuren, want het fietst niet lekker als je drie keer gedubbeld wordt natuurlijk. En van toen af kon ik gelukkig alle koersen wel uitrijden en gewoon in het peloton. Maar ik heb één prijsje gereden, de achtste prijs. En tweede jaar aspirant, 15 jaar waren we toen.
Toen heb ik volgens mij in alle koersen die ik gereden heb, allemaal bij de eerste 10 gereden. Ook maar 1 overwinning. Maar goed, ik was gewoon regelmatig. Dus ik was niet de hoogvlieger. Ik won niet die 20 of 30 koersen zoals Johnny Akkermans en Michel Jacobs. En dat waren mijn een beetje de goeie van mijn lichting. Nou, toen werd ik natuurlijk nog 1 jaar nieuweling. 2 jaar junior geweest, want het was net een overgang dat de aspiranten weggingen. Toen kwamen de nieuwelingen junioren. Dus ik had nog een jaartje extra natuurlijk. En ja, tweede jaar junior won ik de omloop van dingen van de Haarlemmermeer, de klassieker. En toen viel ik eigenlijk wel een beetje op en toen werd ik eigenlijk benaderd door Rini Wachmans. En ja, dat was natuurlijk ook een begrip bij ons in de streek, omdat Rini natuurlijk meesterknecht is geweest was van Rini, van Eddy Merckx in de Molteni-ploeg. En Rini toch een heel kundig man en heel wijs en heel veel verstand van wielrennen had. En die had toen een eigen amateurploeg. En die werden al gesponsord door Union en dan kreeg je een fiets en je kreeg kleding. En ja, dat was al wat voor die tijd natuurlijk. En toen kwam in dat jaar, en het jaar erop, toen kwam ik eigenlijk, ik dacht van ja, ik kan klimmen, dus ik ging erin geloven. En toen moesten we de Ronde van Limburg rijden. En toen werd ik derde, achter Mutsaars en Leo van Vliet, dat weet ik nog goed. En toen, maand na de rand, toen won ik de omloop van de Mijnstreek met 3 minuten voorsprong. En toen dacht ik van ja, nou ja, dat klimmen, ja, datzelfde klimmen nog niet veel voor natuurlijk. En toen zei hij ik voorspel jou een grote carrière. Hij zegt, je zult ooit in de Tour de France bij de 3 besten op het podium staan. Ja, toen dacht ik nog van ja, dat doet hij mij nog om mij nog wat er mocht praten. Hè. Maar goed, uiteindelijk heeft hij wel gelijk gehad. Maar in ieder geval, die 2 jaar bij Rini, daar heb ik wel heel veel geleerd natuurlijk. En toen werd ik ook nog dat tweede jaar amateur. Was het gewoon nog amateurs, net als vroeger, nu is belofte en noem maar elite, maar dat was gewoon amateurs. En toen dat tweede jaar amateur, toen werd ik dan tweede in Tour de l'Avenir. Dus ja, toen, dat waren al bergen natuurlijk in Frankrijk. Dus toen werd ik ook gelijk benaderd door Peter Post, die belde me na de Tour de l'Avenir op. En ja, ik was tweede geworden, ik had een paar dagen gele trui gereden. En die bood mij een contract aan, ja, bij Rally. Dus ja, dat was toen ook al een beetje een van de betere ploegen natuurlijk. En ik ging daar met Rini overleggen. En hij zei, ja, je bent veel te jong, 21 jaar. En dat blijft nog een paar jaar amateur en zo. En ik dacht van, ja, dat kan ik misschien wel doen. Maar als ik volgend jaar val of ik breek wat of ik word ziek, dan krijg ik misschien nooit meer die kans. Ik denk, ja, die kans krijg ik misschien toch maar eenmalig. Dus ik had voor mezelf besloten gewoon om het wel te doen. Ik denk, nou ja, we zien wel. Ik denk, ooit wat ik dacht dat ik nooit zou kunnen worden, dat was professional. Dat had ik altijd gedacht. Ik denk, die anderen zijn altijd beter. Die winnen veel meer. En dat zal er bij mij toch niet in zitten. Ook al had Rini Wachmans gezegd dat hij mij een grote carrière voorspelde. Op het moment dat Peter Post belde, ja, toen ging ik eigenlijk alleen geloven. Toen dacht ik, ja, die belde, hè, dat was natuurlijk ook al een verschrikkelijk fenomeen natuurlijk uit de wielersport. En toen dacht ik van, ja, als hij me vraagt en ik kom bij Raas en Kuiper en Kneteman en Lubberding en Aad van den Hoek en noem maar op, daar in de ploeg te rijden, ja, dan zien ze echt wel iets in mij. En dat gaf me dat jaar zo'n boost dat ik, ook al had ik nog geen koers gereden, toen had ik het gevoel al dat ik ja, dat ik er flink tegenaan wou gaan en dat ik ook wou laten zien dat ik daadwerkelijk wou koersen. Hè, wou, ja, winnen, dat liet ik toen nog maar even. Ik denk, ja, ga eerst maar knechten, want ja, je bent zo'n heel jong manneke. En dan Razen, Kneteman en Kuiper, dat waren al, ja, die waren al 10 jaar ouder dan ik. Dus daar keek je altijd tegenop natuurlijk. Maar ja, het eerste jaar, de eerste etappe die ik reed was de Ronde van Romandie. Kuiper zegt demereren in de finale. En ik denk, ja, ik kan niet, ben kapot, maar ik denk, doe het maar, omdat Henny het zegt. En ik demereer en ik win de eerste etappe. Ik denk, goddom, dat is slim. Ik denk, ja, die heeft er echt wel kijk op. Hè? En ik win de eerste etappe, dus ja, dat was mooi. Hè? En Kuiper die lag natuurlijk, stond goed in het klassement en die zou die ronde gaan winnen. Johan de Munk stond aan de leiding, maar de laatste etappe, ik was mee een koproef voorop, want er moest altijd iemand mee zijn van Post. Dus ja, dat had ik snel door. Ik denk, ja, als ik snel mee voorop kan zijn, dan kan ik ook
misschien wel sneller een koers winnen. Hè? En je hoeft wel minder op kop te rijden. En die laatste etappe, toen zat ik voorop en ik reed heel die kopgroep eraf. En ik zit een kilometer vijf voor de top. En Post die komt bij me en hij zegt, rustig maar, zegt hij, want Kuiper komt er zo aan. En ik dacht van, oké, die komt er zo aan. En ik zei, ja, dat is goed. En Post was weg en ik schakelde bij en ik denk, ja, het is wel goed, maar ik moet hier winnen vandaag. En ik denk van, ja, hè, want kijk, nu gaat het niet meer, nu hebben ze op televisie en oortjes en zo. Maar toen, hij was weg, ik denk, tandje bij, ik denk, winnen. En ik kwam boven en ik won de etappe en ik won het bergklassement, het eindklassement, het puntenklassement. En Kuiper, die had zo'n gezicht. Dat vergeet ik nooit, echt waar, want ja, wie was ik natuurlijk. Maar ik won wel die ronde. En ik dacht van, zo, dat is wel een lekker gevoel daar winnen. Ik denk, dat wil ik meer. Ik denk, ik heb een neus voor de koersen, intuïtie, dat moet je toch hebben. En slim rijden. Je moet alleen niet hard rijden, maar ook slim rijden. En door die ploeg natuurlijk, daar kon je ook veel leren. Nou, daarop volgend kwam natuurlijk de Ronde van Engeland, die won ik met twee etappes. En daarna kwam nog eens een keer de Ronde van Nederland en een etappe gewonnen. Dus ja, en het eindklassement van al die drie die rondes, ja. Mijn eerste jaar, dat kon nooit beter beginnen natuurlijk. Dus ja, ik was er gewoon mee weg. Dus ik wist gewoon van, tweede jaar reed Tour de France, weer gelijk 12e. Ja, ik keek al naar tv, toen reed Joop al in de Tour natuurlijk aan het wiel van Eddy Merckx. Het was voor mij natuurlijk een droom die uitkwam. En achteraf zeiden ze wel van, ja, je had voor je eigen moeten rijden. Nee, ik reed in dienst van. En we wilden gewoon hebben dat Joop de Tour won. Dat is misschien een van de laatste kansen die hij in zijn carrière had. En ja, vooral in deze ploeg waar ik zat. En dat is uiteindelijk gewoon gelukt. Nou, ik had hem nog bijna de Tour doen verliezen. Dat wel. Dus ja, die etappe dat ik van mijn stuur geleden en dat hij viel. Ja, hetzelfde gaat, breekt hij iets. Dan was ik voor mijn leven lang herinnerd als de man die Joop Zoetemelk de Tour had doen verliezen. Nou, zo is het wel, hè. Als je hierover goed over na gaat denken. Het ligt dicht bij elkaar, maar uiteindelijk heb hij de Tour gewonnen en ik heb er een grote breidagen aan geleverd. Dus, en heel de ploeg, maar ja, goed, ik er dan in de bergen. Ja, het is, ja, mooier kon het niet zijn. Ik won ook zelfs nog dat jaar de Dauphiné Libéré. Als die enigste Nederlander sta ik daar nog steeds mee aan de leiding. Dus, en ja, dat ging eigenlijk goed. Ik hoefde niet veel te trainen, ik wilde alleen maar veel wedstrijden rijden. Want als je veel wedstrijden rijdt, hoefde ook niet veel te trainen. Dat vond ik maar zo'n saaie bedoeling allemaal. Ik wilde gewoon veel koersen. En ik wilde, Post die kon me overal inzetten. Die kon me in de klassiekers inzetten, die kon me in rondes inzetten. En dat maakte mij allemaal niet uit. Dus ik was gewoon een dienstbaar iemand. En ik heb toch 6 jaar bij rally gereden. En toch een hele mooie tijd geweest. Ja, toen viel die ploeg uit elkaar. En uiteindelijk heb ik toen voor Italië gekozen. Want ik vond het eigenlijk jammer dat ik bij Post wegging. Maar ik wilde ook weer niet voor Raas kiezen. Omdat ik zat een beetje in een strijd. En ik denk, ga ik voor hem kiezen. Ik denk, nee, weet je wat ik doe? Ik kies lekker voor Italië. Dat had ik altijd graag gewild. Mooi land, lekker eten, mooie koersen. Zachte verzorgdheid. En die keuze heb ik gemaakt. En ja, ik heb dat sowieso de eerste 2 jaar verschrikkelijke mooie jaren gehad. Ik kwam natuurlijk achter in de Ronde van Italië dat ik toch nog wel een beetje kon sprinten. En ik trok mijn eigen dan die sprinters op. Kijk, vroeger moest ik mijn eigen opofferen voor al die andere mannen. Maar nu kon ik mijn eigen gang gaan. En ik trok mijn eigen op aan Bontempi en Rosola en Freuler en Gavazzi. En ja, dan werd ik tweede, derde, vierde en zo. En in de bergetappers zat ik ook van voren. Dus het eerste jaar werd ik tweede in het puntenklassement. En dacht ik van, oh, wacht eens even, dat puntenklassement, dat ga ik volgend jaar winnen. Want daar moet ik er gelijk een beetje werk van maken in het begin. En dat heb ik uiteindelijk 3 keer gewonnen natuurlijk. In, even kijken, 84, 85 en dan, 85, 87 en 88. En dat was natuurlijk, ja, dan sta je toch, in 1 jaar stond ik 18 dagen op het podium. En dat is voor zijn sponsor natuurlijk heel veel publiciteit. Het is gewoon heel bijzonder voor, dat was toen in die tijd heel bijzonder voor een niet echt pure sprinter om dan een puntenklassement te winnen. Maar ja, ik kon natuurlijk heel veel puntjes pakken in de sprints en ik een bergklassement, of in de bergen kon ik etappes winnen, dus dan pakte ik de volle map natuurlijk. Dus ja, dat waren 2 verschrikkelijk mooie jaren in Italië. Toen ben ik eigenlijk teruggegaan naar,
Ja, en op Panasonic, toen miste ik eigenlijk wel een beetje de tour. Dat was achteraf wel, achteraf niet meer te doen, maar ja, dat zijn allemaal dingen in het leven. Achteraf is altijd makkelijk praten natuurlijk. Op dat moment wilde ik de keuze maken om toch terug de tour te rijden. En dacht ik dat ik in een ploeg kwam zoals bij rally. Maar dat was allemaal anders. Er waren allemaal jonge gasten als Plankaart en Van der Aarden en allemaal van die jonge snaken. Dus dat was een heel andere mentaliteit en ik voelde me er toch niet echt op mijn gemak. Het voorjaar kon ik de Brabantse Pijl gewonnen. Heb ik toch een ronde van Italië, maar ik voelde me niet lekker. Ik won de ronde van Italië toch nog wel een etappe. Dan ben ik naar de Tour gegaan, zou ik eerst niet meer naar de Tour gaan. Want ik had een beetje voorhoofdontsteking en dat is jammer. Nu op ruzie gehad met post en toen denk ik, ja zo moet dan, hoeft voor mij niet. En toen heb ik toch gelukkig mee naar de Tour gegaan. Dan ben ik toch nog een etappe gewonnen en 2 dagen hele trui. En ja, toen was toch die enige Nederlander die dat jaar wat gewonnen had. Dus dat geluk had ik dan toch nog. En dan al die KTM's gereden, natuurlijk 30 KTM's naar de Tour. En toch nog gewoon een fantastisch mooi jaar gereden. En toen zei Post van, ja volgens mij heb je het niet naar je zin. Ik zei, nee dat klopt. En ik had 2 jaar contract, toen ben ik toch terug naar Italië gegaan. En toen heb ik nog een paar jaar bij GIS gereden. Ja, 2 verschrikkelijk mooie jaren gehad. Ook puntentrui gewonnen, 4e in het eindklassement van Ronde van Italië geworden. En Coppa Bernocchi gewonnen en al die klassiekers bij de eerste 10 gereden. Ja, toen kreeg ik toch wel een beetje heimwee, want ja, ik zat natuurlijk toch heel veel in Italië. Tegenwoordig heb je Skype en je hebt allerlei mobiele netwerken. Maar dat was toen in die tijd niet, dus in de tussentijd was natuurlijk al vader geworden van van een zoon en een dochter, een tweeling. En dat miste ik toch wel natuurlijk en dat ging toch wel een beetje knagen. Toen ben ik uiteindelijk teruggegaan naar TVM en ja... Achteraf allemaal, dat is allemaal achteraf natuurlijk, had ik toen de keuze moeten maken om gewoon te gaan stoppen. Maar ja, oké, dan heb je nog een mooi contract en je denkt van, weet wat ik doe, ik rijd nog een paar jaar door. Ik strijk de huur op en dan kap ik ermee en dan ga ik wel kijken wat ik ga doen. Maar ja, het werkte toch niet zo, dus dat prima, ja, was niet echt mijn, het was echt niet echt mijn man. Die had niet die uitstraling die die andere ploegleiders hadden die ik ooit gehad had. Dus het was een beetje jammer. Het is gewoon een klote jaar geweest. Slecht in mijn vel gezeten en in de winter toen dacht ik van ik ga wel wat minder trainen. En toen ben ik weer volgens mij naar Tulip ingegaan. Toen voelde ik echt wel dat het een beetje afgeleid is. Uiteindelijk dacht ik van ik ga ze in de winter weinig trainen. Ik pak een paar pilletjes en dan gaat het daar weer snel goed. En dat is uiteindelijk het begin geworden van een verslaving. Maar ik zag dat nog niet zo, want ik dacht van morgen kan ik ermee stoppen. Dat is hetzelfde als je zegt van ik ga stoppen met roken. Nee, ik doe het volgende week. Nou, nee, ik doe het volgende maand. Want ik doe het mijn nieuwjaar, snap je? Het is allemaal uitstel van executie. Maar ja, dat is gewoon een klote periode. Ik heb toch nog een beetje aangemodderd. Uiteindelijk... wat nog in pak en terug naar Italië geweest na 3 maanden en uiteindelijk zou ik nog mijn comeback maken bij Albert Stofberg. Ik was toen eigenlijk al helemaal plat gezegd naar de klote. Ik had niet meer getraind, ik kwam niet meer vooruit. En Albert zei, kom jongen, kom naar Spanje en we gaan een nieuwe ploeg beginnen en zo. En, ik kwam daar in Baskeland en ik zie naar voren, er lagen een paar bergen en Leontien van Moorsel was er toen ook. En die reed me toen nog voorbij en toen dacht ik echt van nou wordt het voor mij echt tijd om te stoppen. Want als ik door een vrouw, niet dat een vrouw minder is, Leontien was wel de beste natuurlijk. Maar toen dacht ik echt van die schaamde me kapot echt. Ik kwam echt niet vooruit. Iedereen reed me zo voorbij. Maar Albert, dat was een hele rare. Maar hij kreeg het wel voor elkaar dat ik binnen een week al die mannen voorbij reed. Dat is echt bijzonder, want wij gingen wandelen 10 kilometer door het bos lopen en allerlei rare oefeningen en zo. En echt leven en binnen een week reed ik al die mannen van heel die ploeg en reed ik ze allemaal voorbij. En toen keek ik echt zo van
waarschijnlijk is dat dan toch de klasse. En op het moment dan geef jij je over, je gaat ervoor leven weer en dan komt hij heel snel terug. En toen is uiteindelijk, hebben we daar heel de winter gezeten, 2 maanden in Baskeland. En ik kreeg een speer. Toen gingen we nog naar de Knaaise Eilanden. We gingen daar nog een paar weken trainen. En toen kreeg hij te horen dat de sponsor niet rondkwam. Ja, dat was gewoon jammer. Ja, toen brak er bij mij niets natuurlijk. Want ja, toen dacht ik even van, ja, wat moet ik nu doen? En Maatje Hermans en Nijboer, die gingen toen naar Suer. Dus die hadden wel onderdak en ja, wij de rest van de ploeg niks. Ja, toen ben ik naar huis gegaan en ja, toen was het eigenlijk afgelopen. Dus toen, toen ben ik ermee gestopt. Wow. Ja, oké. Ik ben Jan Brands, bestuurslid van de Trillende Spaken. En mede-organisator van deze avond. En oud-wielrenner, vandaar dat ik Johan van der Velde ken. En die heb ik, dat is een hele goede vriend van mij, die heb ik gevraagd om deze avond bij Vertel te verzorgen. Of bij 53.11, zo moet ik eigenlijk zeggen. Want daar zijn we? Ja. En? Waar zijn we? In Bruchem? We zijn in Bruchem bij 53.11. En, dat is onze hoofdsponsor en bedrijf van mijn zoon, Brands. Astraans Adviesbureau, dat is ook mede hoofdsponsor van de Trillende Spaken. En ik vind dat een prachtige avond met een geweldige oud-professional die het hele hoge top heeft bereikt, maar ook heel diepe dalen en dat hij heel eerlijk daarin was. En ja, het is fijn om zo'n vriend te hebben. Want waar ken jij Johan van, Jan? Ik ken Johan al een geruime tijd, ook vanuit de wielerwereld. Net zoals ik zeg, ik ben zelf oud-wielrenner en vandaar dat ik altijd... Johan van der Velde was mijn idool, altijd geweest. En op een gegeven moment leer je elkaar kennen en dan is er die klik, wederzijds. En vandaar dat we eigenlijk heel goed bevriend met elkaar zijn. Zijn de renners nou wel goed verzekerd? Dat hoop ik wel. zorgt mijn zoon, die zorgt ervoor dat het allemaal tip-top geregeld is. Jullie zijn daar een specialist in het verzekeren van bedrijven, van mensen? Ja, ons bedrijf dat 1 april 40 jaar bestaat, die hebben toch een dermate goede naam in de Bommelerwaard, dat wij daar een goed aandeel in kunnen leveren. Zeker. Wie is er dan? Hoi, André. Bedankt, hè. Groetje. Goed, hè. Hoi.